In onze steden en gemeenten is er op het vlak van duurzaamheid nog veel winst te halen dankzij performanter energiebeheer in gebouwen. Vastgoedmaatschappij AG Real Estate maakt sinds een tijdje gebruik van energiemonitoring en merkt dat dat verschillende voordelen oplevert. Na 2 maanden zijn de eerste resultaten reeds binnen. Voor elektriciteit en gas hebben wij een vermindering in verbruik van 24% kunnen behalen. En door de software hebben we ontdekt dat er in een van onze kantoorgebouwen tijdens het weekend een waterlek was. En dat hebben we dan meteen kunnen oplossen. Die informatie wordt gecapteerd dankzij het Internet of Things en een netwerk van slimme sensoren. Wanneer we slimme sensoren toevoegen aan een gebouw, krijgen we veel meer detailinformatie over wat er in het gebouw gebeurt. En we kunnen daardoor ook niet alleen beter gaan zien wat er gebeurt in het gebouw, maar we kunnen ook bepaalde acties gaan koppelen daaraan. Dus bijvoorbeeld in een meetingroom, wanneer er geen mensen aanwezig zijn, kunnen we automatisch de verwarming en de verlichting aanpassen. Het is dan ook geen toeval dat toepassingen voor energiemonitoring opgang maken. Zoals het online platform van de Waalse start-up Opinum, die samenwerkt met Proximus. Naast bedrijven ziet Opinum ook voor lokale overheden een groot potentieel. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de villes et communes qui se lancent dans des démarches Smart City qui leur permettent d'améliorer le service aux citoyens, d'améliorer le transport, etc. Et nous, on voit que l'énergie est un des premiers aspects sur lesquels il faut se lancer. Ça permet de faire un premier pas avec des grosses économies d'énergie, comme par exemple la gestion des écoles. Est-ce que le chauffage tourne pendant les jours fériés, pour les sports, est-ce qu'ils sont aussi tout le temps chauffés ou éclairés en fonction de l'utilisation?